Vernissage en expositie. Dat waren de eerste moeilijke woorden die ik geleerd heb als driejarige. Ik ga nu op zoek naar dat werk dat ik al een paar keer gezien heb. Een lievelingswerk dat een tijdje in een depot heeft gestaan. Maar het blijft fascineren. Dus ja, ik zal u vertellen waarom. Ja, ik ben opgegroeid tussen letterlijk de verfpotten, zeg maar. Maar ook tussen de mensen die bij ons thuis kwamen. Schilders, conceptuele kunstenaars. Voor mij waren dat gewoon vrienden van mijn ouders. Maar het is voor mijn vak als acteur bijna essentieel om kunstgeschiedenis van dichtbij bekeken te hebben. Om er iets van te weten, want heel veel kunstdisciplines zijn met elkaar verweven. Het woord lievelingswerk is natuurlijk een beetje groot, maar iets waar ik naar uitkijk om het nog eens te zien. Nog eens mee te maken. Zie niet alleen met ogen, zie hier ook. We zijn bijna in de buurt. Hier zie ik een enorm cynisme in, maar dat totaal wordt weggeveegd door een zoektocht naar een oplossing voor schoonheid. Ik word daar zeer emotioneel van, want dat is ook de reden waarom ik er naar terug wil. Een mens wil soms blijken, hè? Die zoekt het soms op. Hè? Geraakt worden is, en dat komt ook in mijn job voor. Hè? Je wilt mensen raken, niet door er een zakdoek bij te halen, maar door totaal iets anders te doen dan regelrecht voor die traan gaan. En dit is, ik ga hier niet staan huilen, maar ik ben wel diep, diep, diep geraakt. Ook door de kunstenares die dit als observaties heeft over haar eigen geest. Het werk heet Aneen. Het zijn twee overleden paarden die aan elkaar zijn genaaid door Berlinde de Brugger. En zoals ik zei, dit zijn geen hompen. Hè? Dat is ook de reden waarom ik geen paardenvlees eet. Le filet de saxe, non, je crois pas.